Dus we staan hier in een kooi als het ware. Ja. Waarom is dat? Wel, eigenlijk om de vogels buiten te houden. Ik zeg altijd van, ik wil graag in de kooi kunnen en ik heb niet graag dat de vogels in de kooi zitten, maar die moeten buiten blijven. Het is gewoon om de bessen te beschermen, omdat we eigenlijk de collectie willen tonen aan de mensen dat ze ze kunnen proeven. Vogels eten enorm veel bessen weg, vooral lijsters, zang en merels, maar ook duiven. En dan is het een ravage. Dus we willen eigenlijk zoveel mogelijk bessen kunnen tonen aan de mensen. Ja, en is dat de meest efficiënte manier om dat te doen? Ja, eigenlijk wij vinden het gemakkelijkste. We zijn ooit begonnen met palen hoger te maken dan we dachten dat de struiken gingen groeien. Ja. En dan daar in de zomer een extra touw over te spannen. En dan eigenlijk als een tent, net aan beide kanten vastleggen. Ah, ja. Het probleem is als je dat doet met stekelbessen en je gaat plukken, dat net haakt overal in. En we hadden in Engeland die mooie Victoriaanse fruitkooien gezien bij een bezoek in Engeland. En dan hebben we gezegd van we gaan zelf ook fruitkooien zetten. En dat doen we. Ja. Is dat duur om zo'n constructie te zetten? Hangt een beetje af van de materialen die je kiest. Dus als je daarmee waterleidingbuizen doet, van die galvaniseerde buizen en koppelstukken, dat is de meest duurzame manier. Hier is het een professionele oplossing, maar die is niet in de vrij in de handel verkrijgbaar. Enkel voor professionals? Ja, dat was een beetje een gunst van het bedrijf om dat te doen, omdat ze eigenlijk grotere oppervlakte zetten. Ah, ja. En dat doen ze eigenlijk ook voor schaduwhallen, wat je soms ziet bij boomkwekers. Ja. Dus die grote schaduwhallen, en dan ligt er daar een schaduwnet op. Wij hebben dezelfde manier gedaan, maar dan met een net. Ja, dus dat zijn metalen palen die met beton in de grond zitten? Deze zitten gewoon rechtstreeks in de grond. Ah, ja. Daar zit een dwars, dat zijn kleine korte dwarsbuisjes. Ik ga er eens eentje uitgraven. Dat is dus een klemstuk. Ja. Dus is een dwarsbuisje dat zo zit. En dat is met een klemstuk vastgemaakt. Dus wij hebben eigenlijk de eerste paal gezet op de hoogte die we wilden. Dan de laser erop gezet en dan eigenlijk de volgende palen gezet op de hoogte dat we wilden. Dus gewoon in de grond, voorzichtig in de grond geklopt. En dan die dwarsbuisjes erop. Denk je dat je dat zou kunnen doen op een nog goedkopere manier voor het met bamboestokken? We hebben het oorspronkelijk gedaan met houten palen. Ah, ja. En daar dwarslatten opgelegd en daar een net over. Ja. Die heeft... De netten zijn gescheurd op 10 jaar. Ja. En op 11 jaar is de kooi ingestort met sneeuw. Oh ja. En dit hier, dat ga je hier waarschijnlijk niet snel hebben. Nee, en dan hebben we eigenlijk in die houten kooi vervangen door een metalen kooi. Om onder het net te zetten. We hadden een net op maat laten maken. Voor de kooi te beschermen. En dan hebben we dit voor gehad. Ja. Kan je zeggen welke grote orde dat ongeveer kost om dat, te bouwen of laten bouwen zoiets? Geen flauw idee. Een paar duizend, is dat 10.000 euro? Nee. Dan spreek je van maximum 1.000 euro voor heel dat spel. Amai? Ja. Voor het verheelde team? Ja. Betaal je 1.000 euro? Ja. Dat valt eigenlijk wel nog mee als je... Uiteindelijk, je betaalt de buizen. Ja. Het zijn dunwandige buizen, het zijn geen dikwandige buizen, zoals de andere kooien die we later gebouwd hebben. Ja. Deze hebben we ook zelf gebouwd, maar dat is materiaal dat ze geleverd hebben van dat bedrijf. Ja. Dus. Oké. En dit is allemaal op 3 meter gestandardiseerd. Dus. Ja. En dat zijn kunststof koppelstukken met een dwarspin in. Dus ja. Maar ja, het is een investering dat je uiteindelijk wilt bewaren. Hè? En het is ook handig omdat je er kan inlopen als je een voldoende grote toegang maakt of je net makkelijk omhoog doet. Hè? Want wij gaan de netten aan de zijkant openleggen eens dat de bessen afgeplukt zijn. Dus in de winter liggen die open, kunnen de vogels vrij in en uit. Ja. Nu kunnen enkel de kleine zangvogeltjes door de netten. Ah, serieus? Ja, die kunnen erdoor. Dus dat is bewust gedaan dat we eigenlijk toch nog de inselneters eigenlijk weg hebben en de grote besseneters die willen we buiten. Mag. Ah, want de zangvogels? De kleine zangvogeltjes. Die eten de insecten op? Ja, een aantal wel, er zijn er ook die van de bessen eten. De zwartkop gaat de beide doen. Die gaan zowel van de bes plukken als dat, maar die schade, die volume, dat merk je niet. Ja. Oké, nee, dat is wel boeiend. Ah, kijk, uiteindelijk, je wilt altijd kijken om zo natuurlijk mogelijk te kweken. Daarmee, we weten dat het net een hindernis is. Wat we wel al gemerkt hebben, dat egels door de netten bijten. Dus dat we gaten krijgen onder tegen de grond. Ja. En dat je dan merkt, ik heb te lang over gedaan voor te weten wie dat was. En het zijn de egels, die bijten zich daardoor. Wat egels richten voor de rest is schade waarschijnlijk? Nee, dat is zelfs nuttig, want die vangen dan de slakken weg.
Ja, oké. Okay. Dus die eten misschien ook van de bessen die afvallen. Ja. Ik zie ze niet in de struiken klimmen, dat weet ik niet. We zouden een nachtcamera moeten zetten om dat te kunnen filmen. Ja. Maar ben blij dat het wel nog toegankelijk is voor mensen die dat zouden willen, dat het meevalt qua prijs. En vergunningen, heb je dat nodig? Nee, dat is een open constructie. Dat is een open constructie, ja. Dus dat is ook een tijdelijke constructie. Als je nu moest echt gaan zeggen, ik ga daar een betonnen fundering op zetten, dan kom je misschien onder die regelgeving, maar dit is een open constructie. Het is een losse constructie, dus. Ja. Oké, okay, merci. En de meeste mensen moeten ook niet zo groot gaan. Ja, het hangt ervan af wat je wil doen, hè.